vind. Zo is het. Ja, kom maar. Doe maar. Deze dan. Zo. Oh, het is zo fijn. Ja. Zo. Twee konvarkens erbij heb ik gezien. Zeker. We hebben inderdaad twee nieuwe kunekunevarkens erbij gekregen. Ze komen van de Wilhelmina school af. Daar waren ze net iets te lomp voor de kindjes helaas. Ze waren daar heel goed op hun plek en ze werden hartstikke goed verzorgd. Maar om risico te kunnen vermijden dat de kindjes niet gewond zouden raken, omdat ze toch heel voedsel gemotiveerd zijn, zijn ze nu naar ons toe verplaatst waar iedereen ervan kan gaan genieten. Eigenlijk de overbuurman, want de Wilhelmina school is hier aan de andere kant. Ja, klopt helemaal. Het is heel goed voor de ontwikkeling van de kinderen om dicht bij de dieren in de buurt te kunnen zijn en ze een verantwoordelijkheid te geven van, oh goh, op deze dag moet deze groep voor deze dieren zorgen en op deze dag moet er voor deze dieren gezorgd worden. En het brengt toch een extra dimensie in het leersysteem met zich mee om met dieren om te gaan. En ik denk persoonlijk dat dat een heel positief iets is om dierverzorging in het onderwijs mee te nemen in dat opzicht. Gebeurt het nou vaker dat er, zal maar zeggen, huisdieren genomen wordt, zoals een varken, en dat het achteraf toch iets groter uitvalt? Ja, dat is zeer zeker een heel veel voorkomend iets. Vooral met varkens is dat iets dat veel voorkomt. Wat je vaak ziet is dat mensen een teacup pig nemen, waarvan ze verwachten dat het zo'n heel klein schattig roze biggetje blijft, wat uiteindelijk toch weer, net zoals deze varkens, op een varken van 60 tot 100, soms zelfs 120, 200 kilo uit kan komen. Dus dat is toch wel eventjes iets anders dan dat ze verwacht hadden. En als het dan de planning is om in de huiskamer te laten, dat is wel even schrikken dan. Ja, dat is zeker waar. Die lopen echt alles omver. En een goed idee is het niet. Maar hier zijn ze goed op hun plek. Ze hebben een nieuw verblijf. We zien er eentje op de achtergrond. De tweede is er ook. Hoe goed gaan ze het hier krijgen? Hartstikke goed. Fantastisch gaan ze het hier krijgen. Ze krijgen lekker divers eten. Ze hebben veel ruimte. Ze kunnen grazen. Ze krijgen eigenlijk alles wat ze nodig hebben hier. Veel liefde, veel aandacht. En natuurlijk iedereen mag komen kijken om mee van ze te kunnen genieten. Is het nou gebruikelijk dat ineens van elders dieren hier naartoe geplaatst worden? Het gebeurt best regelmatig inderdaad dat er mensen zijn die zoiets hebben van, ik heb voor mijn dochter cavia's gehaald, maar nu gaat ze uit huis, kunnen ze bij jullie terecht? Of ik heb vogels die toch te veel herrie maken, kunnen ze bij jullie terecht? Dus in dat opzicht is het best regelmatig dat wij dieren overnemen. Met grotere dieren zoals varkens is het wel minder voorkomend. Vaak zijn het inderdaad de kleinere dieren zoals kippetjes, vogels, over het algemeen de cavia's. En nu ook een keer de varkens. Maar nu wordt het financieel jullie probleem. En hoe kan dat betaald worden? Daar kunnen mensen zelf natuurlijk aan bijdragen. Wij hebben buiten donatiepaal staan. Het kan zijn dat die in de winter in het restaurant terecht komt. En daar kunnen mensen donaties doen om bij te dragen om deze diertjes goed te kunnen verzorgen. En verder hebben wij onze eigen bronnen waar we mee samenwerken. Dat we bijvoorbeeld bij Fruit op je Werk is een plek waar wij dan fruit van krijgen en waar wij ons dier mee kunnen voeden.